Een hele goede morgen, beginmiddag en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb vanochtend de kinderen naar school gebracht, daarna ben ik even naar de winkel geweest en daarna heb ik gesprek gehad en toen heb ik de pijnbank gehad. Ze heeft mijn nek gedaan en mijn reet, jongen. Oh, echt, wat doet dat pijn. Alsof ik gewoon door een bulldozer overheen gereden ben en alleen mijn reet heb geraakt en mijn schouder. Maar goed, het was weer nodig. We doen het er weer. We doen het ervoor. Nu ga ik even mijn was doen. Dan ga ik even eten. Dan ga ik beneden even dingen doen. Straks de kinderen weer ophalen. En vanavond uit eten met Niels. Dus ik moet eventjes ook nog iets lekkers maken voor de oppas. Maar dat komt goed. Zo. Ik heb eigenlijk gewoon helemaal geen gedaan. Nee, die fysio heeft me zo hard gevat aan mijn reet. Ja, ik kan nog wel lopen en zo hoor. Daar gaat het niet om. Maar het doet gewoon pijn. En dan komt de fibro naar boven. En dan is het. En ze heeft ook mijn nek natuurlijk gepakt. Knallende koppijn. Ik heb ook al paracetamol ingenomen. En natuurlijk mijn eigen pijnstilling. Het is gewoon even dat. Ik heb ook Niels geappt van het is een beetje lastig vandaag. Maar hij zegt, komt goed. Ik help je straks. Hij is ook op tijd thuis. Dus dat. Nu ga ik Jordi ophalen. Daarna Liam en Sam. En dan zien we wel weer verder. Maar op dit moment denk ik echt bij mijn eigen vak. Die fysio, ik ga niet meer terug. Maar het is voor een goed doel. Om uiteindelijk hopelijk minder pijn te kunnen hebben. Maar ze heeft me echt flink gepakt. En ze zei ook, ze zegt, ze zitten echt flink pijn te doen, die spieren van jou. Ja, dat. Dus we doen het daar maar mee. Meer kunnen we niet doen. Het regent. Dus we moeten ook in de regen naar de school toe lopen. En Jordi. Nou, we gaan daar uit eten, Niels en ik. En ik moet daar wel mijn haren nog even doen. Maar dit is wat ik aan heb. Tada! Dit is wat ik aan heb. Daar komen nog laarsjes bij. Dus dat vond ik eigenlijk wel leuk te uitzien zo. Daar komen deze lage laarsjes bij. Dus dat is wat ik aandoe. Dan ga ik even make-uppen. En dan ga ik mijn haren doen. En dan ben ik eigenlijk wel klaar. Want ik ga niet meer aan sieraden of wat dan ook aandoen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Maar goed. Ik ga even make-uppen. Nou, dit is mijn make-up. Ik heb geen... Hoe heet dat spul? Geen... blush. Of... jongens, toch, hoe heet dat spul? Ik kan er gewoon niet op komen. Geen foundation. Dat was hem. Nu ga ik even mijn haar doen. En dan is dit mijn haar. Ik ga lekker naar beneden. Niels gaat zich nu klaarmaken. En dan kunnen we gaan. Oh, sorry, sorry. En daar lagen we dan in bed. Hoe vond je het eten? Lekker. Ja? Mooi. Ik vond het eten ook lekker. Ze hadden iets meer aan drinken kunnen doen, hè? Mm. Ja. Maar voor de rest, toppie, was hartstikke lekker eten. Mm. Nu liggen we lekker in bed. Dan gaan we lekker slapen. Want we zijn oude mensen en we zijn moe. Mm-hmm. Tanden gepoetst, make-up eraf, lekker slapen. Een hele goede morgen. Niels is even een paar uurtjes werken. Maar ik moet jullie wel vertellen. Ik ben weer zwanger. Ja. Ja, het is een jongetje. Hij is wel ubergroot. Ja. Het grootste kind wat ik tot nu toe heb gedragen. Ja, zijn voetjes komen er al uit.
Dus het wordt stuitligging. Ja. Hij is een beetje verdrietig. En dit reguleert het me een beetje. Nou ja, hè, laat hem lekker. En het is niet Sam. Het is niet Jordi. Maar Liam. Gaat het goed, Liam? Hallo. Hi. Kiekeboe. Kiekeboe. Je was verdrietig, hè? Ja. Mama. Ja? Volgens mij heb je scheet gelaten, want er komt er toch lucht uit, jongens. Heb je scheet gelaten? Boomba. Boomba? Hey Joef. Wie zit daar hieronder? Hey Joefie. Joefie. Wie is dit Joef? Wie is dit Joef? Mama. Mijn pai. Ja, wat? Wat? Mijn pai. Mijn pai? Ik weet niet wat dat betekent. Hallo? Nee. Nee? Oké. Okay. Ja. Dag Joefie. De interactie tussen deze twee is heel bijzonder. Van klein naar groot. Geel, blauw en rood. Waar Liam wordt weggeduwd door Jordi, mag Sam altijd blijven staan. En meekijken. Kijk uit, Boomba. Je valt over de autootjes. Boomba struikelt over het rode autootje. Kan jij het rode autootje vinden? Mama, even helpen, jongens. Nee. Dat is de blauwe auto. Weeg, Samson en Gert. Het is zo lang geleden dat ik jou nog heb gezien. Ben je gegroeid, ben je gekrompen? Of heb jij een baard misschien? Het mooie hiervan is dat die interactie tussen die twee... Dat gaat stil. Zonder woorden, zonder geluid, zonder iets of wat dan ook. Sam komt er gewoon bij zitten. Doet niet zoveel. Houdt Jordi zijn hand een keer vast. Aait hem een keer over het bolletje. Komt gewoon meekijken. En that's it. En dat is wat Jordi heel fijn vindt aan Sam. Dat hij gewoon lekker rustig langs hem gaat zitten. Ik vind dat zo mooi. Zo mooi om te zien. Dat zegt een hele hoop over het karakter van die twee. Het karakter is heel erg hetzelfde van die twee. Gewoon lekker rustig. Daar waar Liam staat te springen en te doen. Liam die heeft weer een hele andere interactie met Jordi als dat Sam heeft. Liam die is meer de helpende hand voor Jordi. En dat is heel mooi om te zien. Zo zie je maar dat... ook al heb je een kind met een beperking, dat de broertjes toch een hele andere interactie afzonderlijk van elkaar hebben met Jordi. Ik vind dat heel mooi. Ik vind dat echt heel mooi. Ik ben zo trots op mijn Bambi's bende. Dat is echt... Ja, wat. Maar goed, ik ga eventjes verder genieten hier. Ik ben even naar de winkel geweest en ik was net spullen in de vriezer aan het doen. En toen kwam ik deze tegen, want deze heb ik laatst meegebracht om te proberen. Dit is mochi, mochi mochi. Vindt hij niet lekker, dus ik ga het alleen proberen. Het is mochi ijs van vanille, strawberry, aardbeien. Squishy rice dough balls with flavored ice cream filling. Hij houdt niet van mochi, dus
Jij? Dat is een soort van, het kan zoet zijn, maar ook hartig. Maar in dit geval is het zoet. Mochi is rijstballetjes met de vulling, zeg maar. Maar dan, anders. Japansachtig. Ze zitten als 6 verpakt en het zijn van die balletjes. Wow, het is aardig! Marshall. Dat is Marshall, papa. Ik vind dit lekker. Wil je proeven? Ja. Een hapje? Ik heb erin gebeten natuurlijk. Dit is de rijst. En dan binnenin zit natuurlijk de ijs. Dan kom ik bij de aardbeienzooi aan. Ja, ik vind het lekker. Eigenlijk moet u dit heel even laten staan, maar ik heb geen geduld. Ja. En ik kan hier heel erg van genieten. Gewoon eentje zo pakken. Dat is zeg maar mijn... Hoe noem je dat, Niels? Guilty pleasure? Nee. Dit is gewoon mijn... genietmomentje, dat. Ze zijn wel heel prijzig. Voor deze 6 partijen is het 5 nog wat. Maar ik vind het in dit geval waard, omdat ik weet hoe mochi hoort te smaken. Maar het is natuurlijk ook niet Nederlands, het is Japans, dus het wordt altijd ingevoerd natuurlijk. En daar betaal je voor. Maar goed, aanraden. Oké, goedemorgen. Jordi komt nou steeds de keuken in en ik ben ontbijt aan het maken. En Sam die zit het aan mij te trekken en te doen. Dus ik zeg tegen Niels, hè, die kinderen, vervelend. Toen kwam Jordi voor de 3e keer of zo al naar mij toe gelopen. Toen zegt Niels, kom, we gaan even Boomba kijken dan. Dus die wil de afstandsbediening van de televisie pakken. En wat gebeurt er, Niels? Die valt achter de bank. Dus we gaan geen Boomba kijken. Nou, dat dus. Ja, maar ik ben ontbijt aan het maken. Ik heb hier kazantjes, de eitjes staan al. Ik doe even broodje pakken voor mij en Niels. En gisteravond heb ik mijn nagels gedaan. Oh, Liam heeft ze onder de bank uitgehaald. Oh, goed zo, Liam. Wat lief van jou. Wat goed van jou. Deze lag echt helemaal bij de poot. Ja, hij is onder de bank gekropen. Maar hij is achter de bank, onder de bank gekropen, dat kan die. Super Liam, heb je heel goed gedaan. Boomba. Oh nee. YouTube Kids. We hebben zo'n afstandsbediening waar je in kan praten. Dus af en toe zit je te roepen. En dan doet dat hele ding niks. Maar goed, hè. We gaan doen alsof het paas is. Volgens mij wil Sam geen Boomba kijken. Nee, volgens mij ook niet. Ik heb ze gevonden. Niet schoppen. Bloembroodjes. Van de Jumbo. Tadaa. Dus we gaan doen alsof het paas is. Het ontbijt is klaar. Deze is voor Liam. Deze is voor Sam. En deze is voor Jordi. Ik ga ze even hun eten geven. En dan zorgen dat ik voor Niels en mij het eten maak. Dit bordje is van Niels. En dan ga ik nu die van mij maken. En ik vergeet gewoon na één hap te filmen. Dit is mijn bordje. Zo ziet het grafstelsel van Liam eruit. Sam ziet er zo uit. En Jordi is al bijna klaar. En dan na het ontbijt gaan we uitbuiken.
En ik ben volgens mij alweer zwanger. Ja, het is heel snel in een dag tijd. Ik ben bevallen en ik ben weer zwanger. Is het hier? Ik weet niet, maar het kind beweegt. Ja, het zit zelf bovenin, joh. Chase. Is dat Chase? Is dat Chase? Zappen. En wie zit er hier? Ja. En nou is papa zwanger. Hoe kan dat nou? Maar deze, hier zit hij niet in stuit. Dit scheurt niet uit. Nee, dit scheurt niet uit. Nee, want er zit niet in stuit. Oh, hij is eruit. Papa, papa. Was de geur van de zwangerbevalling? Nee. Hoe is het? Chase. Het is. Nee. Het hoort niet. Chase. Als het buiten regent en er geen trampoline voorhanden is, dan hebben we papa. Doe Sam, springen. 1, 2, woehoe! Go Sam, springen! Oh. Is de boel nog heel... Moet je papa kietelen? Dan laat papa wel los. Papa kietelen. Moet je papa kietelen? Kietelen. Oh ja, die deed pijn. Dat was een echte ouw. Ja, dat was een echte ouw. Ja, jongen. Papa doet kusjes geven. Wil Liam zelf ook nog een kusje opgeven? Oh. Ik weet hoe dat opgelost wordt. Ik weet zeker hoe dat opgelost wordt. Ik denk dat het door een kietelbeurt gebeurt. Oh. Papa, ik weet zeker hoe dat het overgaat bij Liam. Ja, kietelen. Gaat het door een kietelbeurt dan? Ja, kietelen bij Liam. Niet bij mij, bij Liam. Moet ik kietel worden? Nee! Moet ik kietel worden? Nee! Boven op papa springen! Maar kijk uit, want Joep begint hier al te etteren. Die pakt jou dadelijk. Die ligt hier. Die vindt dit nog oké, zolang ze maar geen vrouwtje of kinderwoord aanroepen. Ja, dat doen jullie bij mij ook. Nou is het klaar. Niet meer springen. Nee. Stop. Stop, hou op. Liam? Dan moet jij ook zeggen op school als het niet leuk is, hè? Dus dan moet papa dat nu omdat het nou klaar is. Nee. Stop, hou op. Sam, stop. Stop. We houden er mee op. Stop. We houden er mee op. Stop. We houden er mee op. De rest ken ik niet meer. Moet je op WhatsApp. Ik heb even het liedje afgeluisterd. Die gaat als volgt. Stop. We houden er mee op. Het spelen is nu klaar. Ja, het spelen is nu klaar. Stop, we houden ermee op. Ja, het spelen is nu klaar.
Ja, het spelen is nu klaar. Dat is een liedje. Vandaag niet zo heel veel bijzonders. Ik heb gezorgd dat alles wat opgeruimd is. Ik heb gezorgd dat ik de was klaar heb. Ik heb nog één wasje en dan ben ik er helemaal bij. Dus dat. Ik heb net eventjes mij omgekleed, want ik moet naar de winkel. Ik heb gewoon een t-shirt aan, een vest, een zwarte broek en een zwarte sokken. En daar heb ik dadelijk mijn Vans onder. Ja, dit is wat ik nu aan heb. Kinderen gaan dadelijk even mee. Even boodschapjes doen. En dan zien we het wel weer hoe het loopt. Ja, dat. Ik ben nog steeds heel blij met hoe mijn haar geknipt is. Ik heb nou niet meer het idee dat er een helm op mijn hoofd zit. Dus dat. Ja. Kijk, dit is nou onze nieuwe huis. En ze zijn er blij mee. We gaan even naar de winkel. Eventjes ook lege zooi inleveren. Wij zijn net dus van de winkel teruggekomen. En we eten vandaag zoute rijst met kleine kippetjes en salade en broccoli. En ik heb nu hier een mengsel staan. Dit is een marinade. Dit is ketchup, olie, knoflookpoeder, uienpoeder, laos, jahe en peper. Dat is wat hierin zit. En dat ga je dan goed mengen. En het wordt natuurlijk uiteindelijk op een bakplaat gedaan, maar het moet even marineren. Dus ik heb even een aparte bak. En dan gaan we dit even schoonmaken. Nou, ze zijn schoon. Dan gaat het mengsel eroverheen. Natuurlijk moet je ook iedere keer je handen wassen. Hè? Echt, sowieso met kip. Je moet altijd hygiënisch werken. Ik heb mijn handen net weer gewassen. Ga je dit even goed mengen, zodat alles eigenlijk min of meer met de marinade gemengd is. Zo. En dan gaat dit eventjes een half uurtje staan en dan kan dat na een half uurtje op de bakplaat en dan kan ik het een uurtje op 180 graden in de oven doen. Oh, en voor de mensen die willen hoeveelheden weten, heb ik niet. Dat is eigenlijk zo bij mij. Ja, ik heb hier geen hoeveelheden bij of zo. Dit gaat nu gewoon staan en klaar. En we eten natuurlijk zoute rijst. Mijn kip zit inmiddels al in de oven. Die zit lekker te bakken.
Maar ja, hè, ik kan natuurlijk wel alles gewoon een heel eind klaarmaken. Dus dat doe ik dan ook in dat uurtje. Ik heb hier een rijstkoker. Ik heb mijn rijst al gewassen. Daar zit ook al water op. Kijk heel eventjes naar, als je een rijstkoker hebt, hoe je rijst kookt in jouw rijstkoker. Maar wat ik dus altijd doe, is ik doe altijd een bouillonblokje erin als ik zoute rijst maak. Want ja, hè? In dit geval is het een kippenbouillonblokje. En die gaat er gewoon in. En dat smelt ondertussen. En daar krijg je de zoute rijst van. Ik kan, zeg maar, op de Turkse manier, hoe heet dat, vermicelli bakken, dat soort dingen allemaal, kan ik allemaal doen, maar niet te moeilijk vandaag. Dus we maken dat zo. En dan is dit het eten van de kinderen. Dit is voor Sam. Dit is voor Liam, want ik weet nu al wat Liam gaat zeggen. Die gaat alleen maar van dit eten en dit eten. Die hier zegt hij burg tegen. Waarschijnlijk zegt hij tegen deze en deze, tegen deze ook burg. En hier zegt hij ook burg tegen, maar hij krijgt het al volgeschoteld. En dit is het bordje van Jordi. Dit is het bordje voor Niels. En apart salade. En dit is mijn bordje. Ja, we zijn wit zo. Zijn we wit? We zijn gewoon bleke mensen. Stiekem zijn we vampiers. Nee. Nee. Maar goed, de kinderen zijn nu nog wakker. Liam, niet in je mond. Maar we gaan de kinderen wel zo naar bed brengen. Dan gaan we alles klaarzetten en afmaken voor morgen, dat het weer netjes is hier. En dan is het tijd om zelf naar bed te gaan. Maar we gaan niks bijzonders meer doen vandaag. Nee. Dus we gaan deze episode afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.